Nee, er staat stiekem toch wel genoeg, vind ik. Er is wat vond jij het tofste? Tot nu toe de 9-11 Speedster. Oh, alweer 9-11. Ik vind de 9-11 leuk. Ja, ik ja. ben aan het sparen voor 9-11. Verrassend, hè? Maar ja, wel echt de leukste. Hier, gewoon naadloos, hè? Zag je dat? Ik had gewoon door, die drempel. Alles. Dus, nee, 9-11 Speedster. En verder, nieuwe Audi A1 Sportback zag er stiekem gaaf uit, vond ik. Ja, dat was echt wel... Vond ik verrassend, ja. Dikke spoiler, jongen. Ja, spoilers is trouwens ook wel een ding, hè, van de Aftador SVJ. Dit is een nieuwe Nürburgring koning, maar deze heeft dan ook weer die Active, ja, in het Italiaans. Ik zal het even oplezen voordat het helemaal verkeerd gaat. Aerodynamica Lamborghini Attiva, oftewel actieve aerodynamica van Lamborghini Ala. Niet te verwarren met Aladdin. Dat betekent dat hij zeg maar, lucht zeg maar, naar binnen kan halen, maar bijvoorbeeld ook met kleppen dicht kan zetten, zodat je een beetje torque factoring krijgt, als het ware, met de aerodynamica. Dus zeg maar, spoilers aan de achterkant. Ik weet niet of ik dat hier goed kan laten zien. Nee, ja, hier zie ik het eigenlijk niet. Maar hij kan dus zeg maar, bepaalde delen van de uitstroomopening van de spoiler bijvoorbeeld afsluiten. Dit is wel echt kanon. 770 pk uit die V12, 720 Nm. Dat geeft ook wel aan, hè, als die aantal pk's hoger is dan het aantal Nm, betekent dat je wel een behoorlijk opgefokt toerenmonster hebt. En dat zou je dus ook wel echt wel de moeder moeten reffen, dit apparaat, om al die pk's eruit te wringen. Nürburgringtijd 6 minuten 44 seconden en 9700. Dat is echt wel rap. Geeft 2 RS verslagen erop. En komt er 900 stuks. En er komt ook een SVJ 63. Een soort jubileum-icoontje. Daar komen dan maar 63 stuks van. Dan wil ik natuurlijk ook nog even de specs weten. Nou, meer dan 350 km topsnelheid. 2,8 seconden naar de 100. Sprint naar de 200. 8,6 seconden. Wat betekent dat een Ferrari 488 Pista Spider sneller is? Turbokoppel en iets minder gewicht misschien vergeleken bij deze auto. Maar ja, dit is wel echt wel heel ruig, bruut ding. Deze is wel leuk, hè? A-klasse sedan. Ja, weet je, ik hou hier wel van. Dat is raar, hè? Ik ben misschien een beetje meer sedan, maar vond ik ook. Het is echt een kofferklep trouwens. Dat wil ik even laten zien. Dit is de A3 Limousine. Weet je, ik vind dat wel elegante auto's. Ze zijn absoluut echt onwijs onpraktisch. Die A3 RS3 Limousine die we ooit reden, zeg maar, ter waarde van een huis. Ja, dat was echt gewoon draak van een auto qua kofferbakruimte, bagageruimte, interieurruimte, noem het allemaal op. Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Deze ook. Hij is een stukje langer dan de hatchback. En hij heeft de meeste hoofdruimte achterin in zijn klasse. Oftewel, hij is ruimer dan die A3 Limo. Er zit trouwens iemand in, dat is even aan het demonstreren voor mij. Ja, verder je bekende motoren die beschikbaar komen. Dus de A200, dat is een 1,33 liter viercilindertje. M282, 163 pk. A250, 223 pk. En een 1,5 diesel van Renault met 116 pk. Ja, die komt er natuurlijk ook nog in. Ja, de A35 verwachten we hier ook wel van uiteindelijk een keer. En wat wel grappig is, hij is enorm gestroomlijnd. CW-waarde van 0,22. Dat is dan wel met de 16-inch velg. En dat zijn deze duidelijk niet. Wil ik nog wat toevoegen? Ja. Wat is nou, waarom zou je dit nog gaan voeren naast een CLA? Ja, dat is een goede vraag, maar dat weet ik ook niet. Nee, maar dat heb ik sowieso nu bij Mercedes. Dat ze heel veel, allemaal micro-niches als het ware aan het vullen zijn. Want ze hebben een CLA en een A-klasse limousine of sedan of hoe ze hem noemen. Je hebt een AMG GT 4-deurs, maar je hebt ook een CLS. En ook in feite bijna dezelfde auto's. Ik begin dat zo langzamerhand een beetje niet meer te begrijpen. Ik vind het ingewikkeld. Ja, maar als de kopers het maar wel begrijpen. Nou ja, ik vraag me af of die het begrijpen of dat ze gewoon kopen omdat het er is. Ja. Of dat, oh, dat is een leuke kleur, doe die maar. Ja, precies. Dat is de AMG GT, meneer. Ja. Dat is goed, doe maar. En wat betreft die AMG 35, hij heeft de wielen al. Als je, zeg maar... Oh ja, kijk, we staan ernaast de A35. Zelfde wielen. Ja, ik snap het. Ik ben ook in de weer. We moeten nog wel even naar de AMG GT, want die moeten we nog even afzeiken met z'n tweeën. Hij is wel rood, dus dat wordt lastig. Oh, dat is, maar ik denk dat het toch lukt. Kom maar. Okay. Wat heb ik nog even afgeroepen? Maar blijft die CLA? Of is die A-klasse sedan of limo, hoe heet dat ding? Is dat niet gewoon de nieuwe CLA? Maar dan zou Mercedes een niche verwijderen. Ze zijn ze op dit moment alleen maar aan het toevoegen. Ja, dat is waar, ja. Ik weet het oprecht niet. Het zou kunnen dat de CLA dan verdwijnt, maar volgens mij niet. Volgens mij blijft hij gewoon, als ik het allemaal goed begrepen heb. En het is wel raar dat ze dan anders die naam weer weggooien. Dus. Dat ook, ja. Waarom zou je dat doen? Hoe dan ook, is het onlogisch. Want je voert wel CLS.
en AMG GT naast elkaar. Maar wat is het verschil daartussen? Jij bent expert, jij kan me dat feilloos uitleggen. Ja, ik heb absoluut geen idee. Nee, ik ook niet. Nee, ze zien er heel ietsjes anders uit, maar er zit ook heel veel overeenkomst in. Het concept is volgens mij gewoon exact hetzelfde. Gewoon ja, vierdeurs sportief gelijnde coupé. Ja, maar dit is deze heeft een grote klep, toch? Deze, kunnen we die open doen? Ja, kijk. Dat is het verschil. De CLS heeft een soort sedan kofferbak. Het is gewoon de hatchback. Dus dit is eigenlijk de meer praktische versie voor de mensen die graag dingen verhuizen en zo. Waarom noemen ze dan de AMG GT en niet de CLS hatchback? CLS Shooting Brake. Ja, dat hebben ze gedaan, maar dat was geen succes. Shooting Brake is net weer anders. CLS nog iets. Maar wat mijn grootste afknapper is, staat hier achterop. Dit is de 43. Ik dacht AMG GT, dan gaan we gewoon alleen maar dikke apparaten krijgen. Weet je, dat wordt het verschil. Je hebt de CLS ook als AMG. Maar dan ja, daarboven komen dan AMG GT's met echt, echt fucking dikke kanonnen. Gewoon vuurspurkende draken in plaats van V8, dat soort dingen. Maar het is niet gebeurd. CLS komt er ook tot en met 53, of niet? Zeg ik dat goed? Ja. Ja. En dan, maar dus dat is ook weer zoiets raars inderdaad. Er zit dan weer overlap in qua motoren en qua vermogen. Dat weet jij waarschijnlijk. Je hebt het speakbriefje, maar dat lijkt dan ook op elkaar. Ja, dit is 367 pk. Ja, en wat heeft de CLS 43? Of 367 pk. En de 53 heeft meer pk's. Maar het grootste verschil is deze op 270 km per uur begrensd. Dus je haalt wel iedere andere, alle CLS'en haal je in met deze instap AMG GT. Standaard op 270 begrensd, of moet je daarvoor bij betalen? Volgens mijn lijstje is die standaard daar begrensd. Ah. Maar je betaalt impliciet bij, want het is een AMG. Dus je hebt sowieso al gewoon hier letter A, 10.000 euro. Letter M, 10.000 euro. Letter G, 10.000 euro. En al die streepjes in dit vakje, die zijn wat goedkoper. Dus dat is bij elkaar 16. Dus 36.000 euro duurder dan een gewoon vergelijkbare Mercedes. Ja. Denk ik, ongeveer. Nee, ja, ik begrijp daadwerkelijk niet waarom het allemaal naast elkaar moet bestaan. Maar er zal markt voor zijn. Mercedes doet daar onderzoek naar. En, Vind je hem wel mooi? Ik vind hem er best oké uitzien. En ik vind het rood wel echt een goede kleur voor zo'n dikke sloep. Dat vind ik dan wel weer tof. Ja, ik vind het wel mooi dat ze hem niet in het wit hebben neergezet. Wat waarschijnlijk meer voor de hand had gelegen. Maar dat ze hem in het rood neerzetten, vind ik dan wel weer gaaf. Nou, met deze stichtelijke woorden kunnen we dit item wel afsluiten, vind je niet? Vind ik wel. Kijk, dat is een groot verschil. Kijk, kan die ergens open trouwens? Oh, deze kan je niet van buiten open doen. Oh, daar, wacht even. Joh, het is een Mercedes-sterklap, joh. Goed dat ik de expert bij me. Ja, 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 ik heb deze auto al een keertje meegehad natuurlijk. Maar ja, oké, dit is dus het verschil. Deze achteruit blijft dicht. Ja. En we hebben hier wel een... Onder de ding. Kijk nou, joh. Hier kan wel allerlei dingen in doen. Dat heeft de AMG... Nee, dat is niet zo. Mercedes-rijders handelen niet allemaal in drugs. Hij is wel. Straks adverteren ze nooit meer bij ons. Ja, ik vind deze trouwens mooier dan de AMG GT. Dat is dan wel weer grappig, hè? Ja, niet de kleur en zo, niet de uitvoering. Maar nee, maar qua vorm. Qua vorm ben ik denk ik met je eens. Ja. Vloeiender. AMG GT is een beetje Porsche Panamera. En van de eerste Panamera was niet iedereen fan qua lijnenspel en zo. Nee. Dat is nogal een vergelijking die je maakt. Maar ja, nee, dat klopt. Nee, van de eerste Panamera was niet iedereen fan. Jij wel trouwens? Ja, maar een beetje op zo'n foute manier. Net zoals dat ik de eerste generatie CLS ook tof vind. Niet per se mooi, maar wel tof. Maar het is meer doordat hij fout is, dat ik hem dan toch een beetje gaaf vind of zo. Fout en duur. Fout en duur, ja. Want fout en goedkoop Sang-Yong, dat vinden we dan weer niet tof, hè? Nee. Is dit een bruggetje naar de stand van Sang-Yong? Want die heb ik nog niet gezien. Wel GAC-motor. Of GAC-motor. Die echt een huge stand en 48 modellen en een conceptcar hebben. En ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik hoorde net dat de directeur van het complex hier, zeg maar van de Parijs Motor Show, daar het openingspraatje heeft gehouden vandaag. Waarschijnlijk ook omdat de mensen van GAC Motor of GAC Motor daar zelf niet zo heel erg goed in zijn. Openingspraatje even, in het Engels. Ik ga maar nu even googlen. GAC Motor. GAC Hilversum is ook iets. Oh jee. Dat is wat anders. GAC Motor. Qatar, nee. Motor, met zonder S. Oh, maar GAC Motor. Ja. GAC Motor. Welkom to the fascinating... Ze hebben een history, zie ik. Ja, history. Ze hebben al een miljoen auto's. The 1 millionth vehicle came off the line in april 2017. Ja. Chinees merk. Chinees merk, ja, dat had ik al wel een beetje gegokt. Maar dat is wel bizar. Maar gok. Gegakt. Ja, ik gok dat gak Chinees is. Gok. Maar ik weet niet of het naar Nederland komt. Dus weet je, ze laten het gewoon overslaan. We hebben het anders zo druk. We moeten ook nog lunchen en zo. Dat is waar. Zullen we even gaan lunchen? En normaal worden we misschien niet zo wild meer van Infinities, maar deze is qua technologie dan wel weer leuk. Dit is een Project S.
Ze willen natuurlijk een beetje de link leggen met de Formule 1. Dus dit is een dual hybrid aandrijflijn. Met ook die MGU's. Hè, de MGU-H voor de hitte. En de MGU-K voor de kinetische energie. En dat zou moeten betekenen dat deze auto in theorie, nou, waarschijnlijk in de praktijk trouwens ook wel, elektriciteit kan opwekken tijdens het afremmen. Nou, dat kennen we al van hybrides, maar ook tijdens het accelereren, omdat die dan behoorlijk wat hitte natuurlijk genereert. Dat zijn die turbo's. Nou, 571 pk, dat is dan weer niet zo indrukwekkend. Sneller dan 4 seconden naar de 100, dat is eigenlijk ook niet zo indrukwekkend. Ik vind het trouwens wel een dik apparaat, dit trouwens. Als je dit gewoon zo ziet. Het is wel lekker subtiel, af en toe een geel streepje. Maar ja, het is natuurlijk een soort van Renault, hè? Dus er zijn jullie Formule 1 fans helemaal over de jank over. Dat is klote motoren en het ligt allemaal niet aan Max. Het ligt alleen maar aan die motor. Volgend jaar met Honda, jongen, dan gaat het goed komen. Echt, wordt in één keer wereldkampioen. Er is zoveel nieuws dat je er een onderkin van zou kunnen laten groeien. Maar we gaan toch stoppen met dit deel. En misschien komt er nog een volgend deel. Doei! De microfoon zit voor mijn onderkin.